So this is a great evening. Evening. We zijn nu uitgenodigd door het restaurant om op het balkon. Je ziet het hier staan. Met nog een Engelsman. De Virgin del Carmen optocht kader te slaan. Eigenlijk tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht. Daar wachten ze nu even mee. Overal hangen de vlaggen buiten. Het lijkt wel dat het hele dorp is uitgelopen. Dit jaarlijkse festijn. Hoe vind je het, schat? Leuk? Ja, is leuk om te zien hoor. Echte festiviteit. En nu zei Astrid dat al die bloemen die je er straks zag, had ze ergens gelezen, dat die bij elkaar op een schip worden geplaatst. En als nagedachtenis aan de eerste vissers die hier de plaats stichten, op zee worden gedropt. Klopt dat? Ja, Virgin de Carmen is de beschermheilige van de zee. Ah, dat is het. En daarom, ik heb ook gelezen dat er waarschijnlijk een of ander standbeeld of wat dan ook, wacht ook mee op zee en daar de bloemen allemaal op. Oké, okay. Makes sense. Ofwel desnijd hout. Je ziet nou ook achteraan allerlei boten uitvaren vanuit de haven. En die volgen dat schip op het water. Dus het is eigenlijk een soort optocht op het water nu. Heel de haven vaart uit. Iedereen kijkt ook nu naar het water als je goed kijkt. Terwijl de zee alleen maar hoger schijnt te komen. Maar goed, ze zijn het hier wel gewend.